In het vorige filmpje hebben we iets geleerd over lichtbronnen, voorwerpen die dat licht weerkaatsen. En jij als ontvanger die dus licht kan zien wat ofwel van een bron komt of gekaatst is door zo'n kaatsen. En ik heb dat uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van Arjen Robben en Wesley Snijder en Van Persie, die dus een bal eigenlijk doorspelen. En die bal staat dan voor het licht. Maar wat nou als we het voorbeeld een beetje uit verband trekken? Dus ik geef Arjen Robben in plaats van een bal nu eens even een dobbelsteen. Zo van, nou, speel die eens naar Wesley Snijder, kijken wat er gebeurt. En Wesley Snijder die kijkt naar Robben en denkt, die is gek. Ik ben gewend om een bal te kaatsen. Ik ga toch niet een dobbelsteen kaatsen? Dus wat doet hij met die dobbelsteen? Hij pakt die dobbelsteen en legt hem achter zich neer en wacht gewoon net zo lang totdat Arjen Robben wijs genoeg is om hem een bal te schoppen. Dus Robben denkt, nou, dat werkt niet, dus ik pak eens een keer wat anders. Dus hij pakt een handbal en doet die handbal naar Snijder. En Snijder zegt, een handbal? Waar zijn je bezig met voetbal? Dus ook die handbal legt hij achter zich neer. En kijk je dus naar Van Persie. Van Persie krijgt dus helemaal niks. Die krijgt niet de handbal en die krijgt ook niet de dobbelsteen. Want Wesley Snijder die houdt alles gewoon achter zich. En dan opeens denk ik Robben, oh ja, is ook zo, voetbal. Dus hij pakt een voetbal, speelt hem naar Snijder en Snijder kaast hem inderdaad netjes door naar Van Persie, zoals je verwacht. Maar als je vanuit Robben nou naar Van Persie speelt, dan kan hij dus, krijgt Van Persie zowel de voetbal als de dobbelsteen als de handbal. Want Robben speelt dan rechtstreeks naar Van Persie. Maar die Snijder, dat is dus even interessant. Die speelt maar één ding door, namelijk alleen voetballen. Want het is een voetballer. Dus op het moment dat hij een bal krijgt, speelt hij die door. Wat wil ik hier nou mee uitleggen? Nou, als we een blauw voorwerp pakken. Dus ik pak hier een blauw voorwerp. Dat blauwe voorwerp is blauw, omdat het blauw licht weerkaatst. Net als Wesley Snijder. Dus hij weerkaatst licht, en in dit geval blauw licht, daarom zie jij dit als blauw. Datzelfde gebeurt dus met jouw groene scherm op dit moment. Dat geeft licht. Dat is dus meer de Arjen Robben in dit voorbeeld. Terwijl deze gum geeft geen licht. Hij weerkaatst alleen. Dus dit is meer de Snijder. Wat zou er dus gebeuren als ik hier dus in plaats van blauw licht groen licht op zou schijnen? Nou, hij doet eigenlijk net als Snijder. Hij eet dat op. Hij legt dat achter zich neer. Hij absorbeert dat, heet dat met een mooi woord. Dus als we dit gaan uitwerken. Als ik dus een voorwerp heb, een blauw voorwerp heb ik in dit geval. Dus ik heb een blauw voorwerp. Dan heeft dat dus als eigenschap dat het vooral blauw licht weerkaatst. Dus hij weerkaatst blauw licht. Net als Wesley Snijder, die weerkaatst alleen voetballen. Maar de rest wat ik op hem schiet, de rest wat voor licht wat er op hem valt, dat absorbeert hij. Dus hij absorbeert de rest. Net als Wesley Snijder, een dobbelsteen en een handbal, alles absorbeert hij, legt hij gewoon achter zich neer. Dus een blauw voorwerp weerkaatst blauw licht en daarom lijkt hij net zo blauw als dat ik een blauwe lamp hiernaast zou hebben. Of als ik een groen voorwerp heb, lijkt net zo groen als jouw groene scherm op dit moment. Omdat ze allebei blauw licht eigenlijk uitzenden. Dus als ik nou dit als een voorbeeld pak, dit is een applet en die kun je downloaden of gebruiken bij VET, je hoeft niet per se te downloaden. Hier heb ik een lamp en die heeft een bepaalde kleur en een filter. En eigenlijk is dat filter, kan je ook zien als een voorwerp. Als je het vergelijkt met Wesley Snijder, die is ook een filter. Alles wat er door hem heen komt, zijn alleen voetballen. De rest absorbeert hij. Net als dit filter, dat absorbeert dus ook alles, in dit geval behalve groen. Maar ik begin eerst even weer terug met de lamp. Die geeft één kleur, namelijk groen. En je ziet hier wat het poppetje denkt. Het poppetje denkt, oh ja, ik zie hier inderdaad groen licht. Nou kan ik de lamp even op deeltjes zetten, maar dat is eigenlijk wat licht is. Licht bestaat uit allemaal kleine deeltjes. En die kleine deeltjes vertrekken in een rechte lijn vanuit de lamp, allemaal in een unieke lijn. En die komen dan in mijn oog terecht en mijn oog denkt dus, hé, dat is groen. Zet ik nou mijn filter aan, mijn voorwerp, zet ik die aan. Dan komt er dus, dan filtert die het groene licht. Dus mijn lamp geeft groene deeltjes en mijn filter laat groene deeltjes door. Dit is eigenlijk het voorbeeld van Van Persie, die krijgt nu dus inderdaad de bal, dus hier heb ik Van Persie, die krijgt de bal via Wesley Snijder, omdat Arjen Robben een bal speelt.
Maar als ik Arjen Robben nou iets anders laat schieten, bijvoorbeeld die dobbelsteen van net, dan zeggen Wesley Sneijder, ja dag, dat speel ik niet door. En dus ziet Van Persie op dit moment geen licht. Die krijgt geen bal. En lijkt het dus zwart op dit moment. En zwart is een beetje lastig. Donker is meer wat je een beetje verwacht, maar we noemen dat inderdaad zwart. Zwart is als er dus geen licht vanaf komt. Maar stel nou dat we in plaats van een dobbelsteen gooien we nou weer naar de handbal. Dat zit een beetje hier bijvoorbeeld. Dan komt die handbal ook niet erdoor. Tenzij ik Sneijder vervang door een handballer. Want handballers zijn juist gewend om die bal te pakken en door te gooien. Want dat is hun sport. Dus ik vervang Wesley Sneijder nu voor een handballer. En zie, ik moet de kleur wel een beetje goed afstellen. De handballer laat nu juist die handbal wel door. Dus het licht komt er wel doorheen. Dit idee een beetje duidelijk? De kaatser kaatst dus alleen de kleur die hij is. Dus een blauw voorwerp kaatst alleen blauw en een groen voorwerp kaatst alleen groen. Maar dan moet er wel oorspronkelijk groen licht op hem vallen. Maar hoe zit het nou met wit licht? Want wit licht is een beetje bijzonder in deze. Uit. Dus ik heb nou een lamp van één kleur en ik ga nou naar wit licht. Dus ik zet hem weer even op de straal en ik zet hem op wit licht. Dan denkt mijn poppetje, het is wit. Nou, dat klopt, ik zuur er wit licht op af, dus vindt mijn poppetje, het is wit. Dus het zover klopt het. Maar wat nou als ik er een filter tussen zet? Wat verwacht je dan dat er gebeurt? Nou, op basis van wat je net hebt geleerd, moet je kunnen vinden dat als er blauw licht opvalt en het filter is blauw, dan laat hij dat door, maar elke andere kleur laat hij niet door. Want hij laat alleen de kleur door die hij is. En hij is geen wit, dus zal hij niks doorlaten. Hij laat blauw licht door, dus dat klopt niet helemaal. Maar wat nou als ik hem op groen zet? Laat hij dan ook groen of geel of rood? Hey, eigenlijk laat hij alles door. Maar dat kan toch niet, want we hebben net geleerd dat als ik hem weer op één kleurig zet, dat hij alleen dat doorlaat wat hij daadwerkelijk ook is. En een klein beetje eromheen, maar hij laat in feite alleen dat door wat hij is voor kleur. Dus op het moment dat ik de kleur fout heb, laat hij het niet zien. Maar zet ik hem op wit, dan laat hij eigenlijk altijd de kleur door waar ik het filter op zet, welk voor kleur het voorwerp heeft. Is wit dus eigenlijk een kleur? Ik hoop dat je onderhand hebt geanalyseerd, dat je een beetje aan het nadenken bent geslagen en dat je nu beseft dat wit licht eigenlijk bestaat uit alle kleuren. En als ik hem weer op deeltjes zet, kun je dat ook inderdaad zien. En dan zal ik het filter even uitzetten, dan kun je het wat beter zien, want dan is de bundel wat langer. Wit licht bestaat helemaal niet. Wit licht is namelijk alle kleuren van de regenboog. En daarom kan ik ook als de zon schijnt de regenboog maken, want dan haal ik dus juist weer al die kleuren uit elkaar. En je ziet hier al die kleine deeltjes, je ziet hier alle deeltjes, alles kleuren die dus in mijn filter zitten bijvoorbeeld. Zet ik mijn filter nou weer aan, dan zie je dat wat er eigenlijk gebeurt. Dan zie je dat er alleen nog maar doorheen komt de kleur die het filter is. En de rest valt dus in het filter, blijft in het filter plakken. Dus verander ik de kleur, dan zie je dat alle rode en blauwe en groene deeltjes nu blijven hangen en alleen geel komt erdoor. Zet ik hem op groen, dan vervangt hij juist weer de gele deeltjes af, laat hij de groene door, enzovoort.